Ondernemerschap kan de toekomst van de Surinaamse jeugd vormgeven, zegt Nifar Chitani, initiatiefnemer van het digitaal platform Be Iconic, in ons programma In Gesprek Met. De zakenman stelt dat jongeren stil moeten staan bij de kracht van nieuwe ontdekkingen en inventies, ondanks grote uitdagingen. Chitani is begonnen met een platform voor jonge ondernemers die zich vooral bezighouden met artistiek werk. Via dit platform kunnen ze bekendheid verwerven en hun waar aan de man brengen. Door middel van hun eigen ondernemerschap, of als ze echt wel door zullen gaan ermee natuurlijk, want dat is de bedoeling, dat ze dan doorgaan met hun ondernemerschap. En dat vormt eigenlijk ook de toekomstige nieuwe planningen. Want door ondernemerschap verandert de wereld ook. Kijk maar naar de nieuwe producten en diensten die ze allemaal op de markt plaatsen. Dat komt ook allemaal door ondernemerschap. Bijvoorbeeld, ik mag misschien niet specifiek zeggen Tesla, maar net als Facebook zelf en de mediawereld in het algemeen zelf. Het is eigenlijk ook een ondernemerschap. Dus het is allemaal ergens begonnen door iemands initiatief. En ja, uiteindelijk is dat het zo'n beetje. Chitani opent met dit initiatief doelgericht zijn deuren voor ondernemers. Jonge mensen moeten zich niet laten afschrikken door tegenslagen, maar moeten hun stempel willen drukken op de markt. Net als hoe er nu al dingen zijn die zo makkelijk dingen naar je toe brengen. Dus wat allemaal makkelijker kan worden voor ons. En natuurlijk ook op een positieve manier. Dat het leven voort kan brengen. Of Suriname vooral voort kan brengen. En dat we onze producten of diensten vooral naar het buitenland toe kunnen exporteren. Dat is ook echt heel belangrijk. Of dat mensen van het buitenland zien van hey, ik wil dat van Suriname. En specifiek van Suriname. Want ze weten wat de kwaliteit is. En wat voor cultuur en ligging erachter zit, zeg maar. Want meestal gaat het ook omtrent wat voor verhalen er achter bepaalde producten zitten. En Suriname heeft best een sterke cultuur. Dus om dat niet achter te laten liggen, dan kunnen we wel echt ook denken van wat voor Surinaamse producten kunnen we allemaal nog maken of diensten. De ondernemer stelt verder plannen te hebben om met meer organisaties samen te werken om zijn platform uit te breiden.